De Dutch Dakota Association is een stichting die de belangstelling en de interesse en het enthousiasme voor de historische luchtvaart probeert te stimuleren. En dat doen we op allerlei manieren. Maar het mooiste is natuurlijk dat we hier twee DC-3's in de lucht houden waarmee mensen direct kennis kunnen maken met de manier waarop vroeger werd gevlogen. Ja, Hangar 10 heeft voor ons natuurlijk toch een geweldige hoeveelheid mogelijkheden. A, omdat we hier onze kantoren ook kunnen herbergen. B, we komen hier twee DC-3's stallen, dus dan is alles mooi bij elkaar. En dat werkt natuurlijk veel prettiger dan wanneer het uit elkaar staat. Ja, we staan hier bij de PBA. Dat is een DC-3 die uitgevoerd is in KLM retrokleuren. En dit is natuurlijk toch het pronkstuk voor onze belangrijkste sponsor. Wij doen daar vluchten voor KLM in binnen- en buitenland. En wij doen daar ook rondvluchtjes voor in Nederland op diverse luchthavens. Zodat we ook de mensen die in Groningen en in Maastricht wonen kunnen laten meebeleven hoe leuk het is om met de DC-3 te vliegen. Wat vindt u er nou leuk aan om zo'n DC-3 te onderhouden? Ook het motorenwerk. En waarom? Lekker vette handen krijgen ervan. Ja, ik heb 40 jaar in de vliegtuigen gezeten en ik vind het nog altijd hartstikke leuk. Je kan wel thuis gaan zitten, maar dat is veel leuker. Ja, iedereen heeft een eigen hobby. Je hebt mensen die van oude auto's houden of van boten of van treinen. En wij houden hiervan. Het mooiste is als ze straks in het voorjaar weer draaien. Dat geluid wat je dan krijgt. Ja, dit is de DC-3 met het registratie PHDDZ. En dat is een kist die door DDA vrijwillig is opgebouwd en zelf ook gefinancierd. En deze kist heeft tot vorig jaar gevlogen en wij gaan nu de komende jaren sparen voor een nieuwe motor. En dan brengen we hem weer in de lucht. Het is natuurlijk toch cultureel erfgoed. Het is toch belangrijk dat je, als je je interesseert in luchtvaart, dat je kijkt naar wat het verleden is. Want het verleden is minstens net zo interessant als de toekomst.